de hele tijd aan het praten. De hele tijd. Het maakt niet uit. Ik praat de hele tijd. Mensen komen er niet aan toe. En weet je wat ik ook heb? Ik neem het gesprek over. Stel jij praat over een onderwerp, dan neem ik dat gesprek over. Weet je hoe dat heet? Autobiografisch luisteren. Autobiografisch luisteren. Besef je dat je daar nu op dit moment mee bezig bent? Welkom. Vandaag zijn Maurits en Mimoen in Amersfoort. Daar wordt zo luidruchtig ruzie gemaakt door een lesbisch stel dat de buurt er helemaal klaar mee is. De hele straat, iedereen kan meegenieten. Kei en keihard. Vind je dat je een woedeprobleem hebt? Ja, wel ja. In Amsterdam zijn de bewoners van dit hofje het opstoppende verkeer meer dan zat. De overlast is gigantisch groot en het wordt een wereldoorlog. Lelijke vrienden. Discriminatie. En in Rotterdam-Krooswijk moet de voetballende jeugd echt gaan oppassen voor de buurtbewoners. En ik kom een bal door mijn ruit heen. Dat is op een geintje, het ligt uit zijn ogen. Wat doe je als je een probleem hebt? Nou, dan schakel je deze twee helden in. Voor hen is geen probleem te groot. Maurits en Mimoen vragen om problemen. Wat is jouw probleem? En voor iedereen met een ogenschijnlijk onoplosbaar buurtprobleem staan deze kanjers klaar. Even kijken. Amersfoort. Ik ben Henk Vulpen. Het probleem is, er zijn twee lesbische vrouwen die samenwonen. Die hebben zeker 3 tot 5 keer in de week knallende ruzie. En vaak gaat dat nergens om. Het is alleen door een telefoon ook nog vaak. En ja, de hele buurt kan er dan over kan mee genieten. Maar dat gaat zo hard. Dat de mensen hierachter horen alles. Mensen voor in de straat horen alles. Ja, ze hebben er gewoon schijt aan. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Lesbian problems. Maar ze wonen niet samen, hè? Ze wonen, nee, maar als ze samen zijn, hebben ze ruzie. Waarom ben je zo? Omdat ik dat leuk vind. Maar het hele lesbische ding is in nu, vriend. Van de 10 vrouwen zijn er nu 7 bi en 3 lesbo. Ja, grap, het is in. Hoe kom je aan die cijfers? Vriend, ik heb mensenkennis. Ik ga met veel mensen om. Dat bi-ding is in. Vrouwen zijn heftig. Vrouwen zijn heftig. Amersfoort, wat was dat in Amersfoort? Let's go, in z'n 5 wegrijden. En daar gaan onze hetero-helden. Volgens Wikipedia zijn er trouwens meer biseksuele en homoseksuele mannen dan vrouwen. Dus reken maar uit. Ik stap uit en het zonnetje begint te schijnen, vriend. Wil je op mij letten dat ik niet de hele tijd op dat... Ik zal dat voor je zijn. Ja? Dat ik niet de hele tijd dat ze lesbisch zijn. Dat maakt niet uit. Het gaat om een probleem. Ik vind het gewoon een lekker woord. Lesbians. Lesbians. Let op mij, Mimoen. Ja, is inderdaad een prachtig woord. Maar Henny heeft er last van. Dus op naar Henny. Theepot. Is dat de bel? Theepot. Leuk. Dit is de bel. Oh, sorry. Hallo. Hoi, Maurits. Henny. En ik ben Mimoen. Hoi, Henny. Mogen we binnenkomen? Henny is niet alleen. Ook buurvrouw Daisy is aangeschoven om uit te leggen wat het probleem is. Hi, Daisy. Hallo, Daisy, Mimoen. Dag, hoi. Vertel, wat is het probleem? Nou, we zijn hier voor 2 meisjes die hier een stukje verderop wonen. Waar, nou, 3 tot 5 keer in de week, nou, zeker ruzie is. Wat voor ruzie? Wat voor ruzie? Om de stomste dingen gaan het. Sokken. Laatst keer was er een sok. Lag gewoon een sok. Een vuile sok. Een blond meisje die zat op het werk. En die andere die er woont, die belt haar dan op. En nou, er begint in één keer een woedeuitbarsting van hier tot Tokio. De hele straat, iedereen kan meegenieten. De ene ziekte naar de andere ziekte. Kei en keihard. Ze hebben ook een paar keer geroepen door de telefoon. Ik ga weg. Dat ik geen moment roep. Ga dan. Ja, is het alweer? Is dat, zeg je al weken, maar je gaat nooit weg. Hoe ver wonen ze? Niet hiernaast, maar daarnaast. Dus 2 huizen verderop? Ja, en op het dak. Of op zolder wonen ze. Op de zolderkamer. En kunt u ook, als u thuis hier zit, kunnen ze dan ook horen ruzie? Ja. Zelfs 's nachts, als ik boven ben, hoor ik het ook. Hoe ervaar jij het? Want jij bent hun onderbuurvrouw, ja, toch? Ja, klopt. Maar ik heb het 1 keer 's morgens meegemaakt. En toen werd er ook van alles gescholden en gedaan. En dat was 's morgens om 6:15. En toen ben ik wel even naar boven gelopen en gezegd dat het absoluut niet normaal is. Hoe hebben ze daarop gereageerd? Ja, zij schaamt zich kapot, mijn bovenbuurvrouw. En die andere, ja, die is op dat moment in een woede. En dat, ja, je drinkt gewoon niet tot ze door. Wie denk je dat het grootste probleem is? Zij, de vriendin de van... De vriendin van het meisje dat daar woont. Juist, want Stephanie zelf is gewoon een heel rustig type. Kijk, en het is ook niet de bedoeling
Want dat meisje woont hier, dat ze eruit gezet wordt. Dat is ook niet de bedoeling. Maar hoe het nu gaat, ja, gaat het wel zo meteen escaleren... dat ze er wel een keer uitgezet worden. Maar... En dat willen we dus niet. Nee, ik helemaal niet, want het is gewoon wel ook een vriendin van mij. Ondanks... Ik zeg, dat is stiekem. Jij valt ook op vrouwen, toch? Ja, klopt. Oh. Heb jij iets met haar gehad of zo? Nee. Hebben nee, ze daarom wel... ruzie, omdat ze jou moeten delen? Nee, maar wel met Almira. Hm? De boosdoener. Ja, is dat jouw ex? Dus de boosdoener is eigenlijk jouw ex? Helaas wel. Dus jij weet een beetje hoe zij in elkaar zit? Heel goed. Ja. Heb je niet gezegd, waarom gaan jullie niet gewoon uit elkaar? Ja, weet je hoe vaak ik dat zeg? Ik heb het pas nog gezegd toen zij mijn raam in heeft getrapt. Oh. Ja, wat? Oh. Wie heeft jouw raam in getrapt? Almira en Stephanie hadden ruzie. En toen heeft Almira... wou de deur intrappen. Die trapte door het raam heen. Toen is ze naar het ziekenhuis afgevoerd. Wat is er gebeurd dan? Wat was ja, glas in de enkel. En nou een jaap in de enkel in. Ja. Hoeveel hechtingen? Ze zei 50, maar dat zal ik met de korreltjes ook nemen. Misschien was dat inclusief BTW. Moest er nog beter worden. Wil ik met het raam even zien? Ik kom me later bij u terug. Is goed. Thank you. Jeetje, het gaat dus om luidruchtige lesbiennes. Die raampjes intrappen. Dit is mijn raam. Was mijn raam. Ik geloof wel dat je hier 50 hechtingen van krijgt als je je been er doorheen gaat. Hoor. Zij heeft hem van de buitenkant naar de binnenkant getrapt. Dat is lijp, grap. Almira trapte het raampje in. Het raampje van Stephanie. En die laat net de hond uit. Hi Stephanie. Hoi Mimoen, hoi Maurits. Neem jij de hond even over, dan geef wij er even aan. Ja, ik ben Mimoen. Hi Stephanie. Hoe heet hij? Dit is Bruno. Weet je wat, Stef? Ga jij even je hond uitlaten en dan... Als we meeten hier zo. Is goed. Ja? Ga ik even doen. Ja, oké. Okay. Doei. Doei dan, Steffie. Als ik Stephanie zal zien, het is een heel lief. Is het? Daarom zij is het ook niet. Het gaat om Almira. Zullen wij even een beetje door de buurt gaan kijken of de buurt er ook echt zo'n last van heeft? Dat zij even checken of zij niet overdrijven. En natuurlijk begin je dan bij de fietsenmaker. Hallo, mevrouw. Niet wegrennen voor ons. En u kent natuurlijk wel de roddels in de buurt. Ja. Er is hier aan de overkant een stelletje dat vaak ruzie maakt. Weet ik maar daar wat vindt u daarvan? Wat vindt u daarvan? Die woningen zijn gewoon supergehorig. Zo is het gewoon. Je moet horen wat ze allemaal uitkraamt. Als het mijn vriendin was geweest, dan had ze al lang buiten gelegen. Zo, dat is fermetaal. Goedemiddag. Bovenraam, daarboven helemaal. Die stond open, een dakraam. Ja. En ik hoorde geschreeuw en... Zoals? Wat hoorde je? Noem een paar woorden. Sorry hoor. Een paar slechte ziektes. Griepjes? Laten we daarop houden. Ik denk dat een half zes kwartier het gehoord heeft. Op een gegeven moment toen liep ik daar zo. Toen zag ik de ram binnen. Zag ik kapot. En toen zag ik een meisje janken daar zo. Oké, Mimo. Jouw eerste reactie? Denk jij dat Stephanie en Almira het probleem erkennen dat ze relatieproblemen hebben? Maar ik denk niet dat je het kan ontkennen als je een ingetrapte voordeur hebt. We hebben nu één kant van het verhaal van Daisy en Henny. Ik wil toch dat Steffi en Amira ook hun kant van het verhaal vertellen. Zeker, dat recht hebben ze om zichzelf te verdedigen. Oké, gaan we dat doen? Gaan we wachten? We gaan gewoon wachten. Oké, lekker. Oké, dus Stephanie, die hierboven woont, en haar lover Almira... hebben schreeuwende ruzies waar de hele straat van mee kan genieten. Dat is wachten op problemen. Oh nee, daar is Stephanie al. Hoi, Stef. Hoe is het, meid? Ja, alles goed? Hoi, Maurits. Kom maar lekker bij zitten, schat. We hebben een plekje voor je warm gehouden. Leuk. Ja. Ken je ons? Ik denk het wel, ja. Ja? Wat doen jullie? Nou, we zijn hier voor jou. Voor mij? Ja. Oh? Omdat wij een verrassing voor jou hebben. Nou, verrassing. Oh. Ja. Wij willen jou helpen. Met? Dat mogen we nog niet zeggen. Oké. Want wij hebben vernomen dat jij een hele leuke vriendin hebt. Ja? Ja. We hebben een verrassing voor jullie twee. Is jouw vriendin thuis? Die is niet thuis. Oh. Nee. Wanneer zie je haar weer? Woensdag pas. Nee, dinsdagavond. Oké. Okay. Kunnen wij een afspraak met jullie twee maken? Ja, wat mij betreft wel. Echt waar? Ja. Dan zien we jou woensdag. Oké. Oké, doei. Tot woensdag. Yes, een date met de lesbians. Maar eerst bezoeken we Amsterdam. Tuindorp. Ik ben Cor Willing. Dag Cor. Ja, ik woon in Amsterdam-Noord, op de Waddenweg. Ah. Het probleem is in het hofje waar ik woon... dat er niemand meer door kan op een doorgaande weg. Dat is het probleem hier al. Kijk. Zijn. Als hij naar beneden kijkt... Ik heb gewoon dezelfde wenkbrauwen. Dat is gewoon... Oké, Maris, man up. Okay, je maakt het een ietsje mooier, of niet? Ik zeg niks. Kom, let go. Er staat hier geen bord, niks. Ze schrijven links en rechts erin. Terwijl de rest van het dorp allemaal één richting verkeer is.
Maar hier niet. Dat is het probleem hier. Met mensen die de auto's voor de deur zetten en dat er niemand meer door kan op een doorgaande weg. Plat Amsterdams, hè? Heerlijk. Thuiswedstrijd gehad. Vind ik prachtig. Hallo. Nou, de gemeente bepaalt toch of je hier ergens in mag rijden of niet? Oh, de gemeente. Dus je weet wel dat er geen honden mogen poepen, maar je weet niet of je met je auto erin mag rijden. Nee, man, dit is gewoon geen structuur in de... Dan krijg je domme ruzies. Ja. Ga achter dan! Ga jij achter dan! Lul, je moeder! Nou, zo'n vaart zal het toch niet lopen? Het ziet er supergezellig uit. En daar is Cor. Hallo, goeiedag. Van de wenkbrauwen. Hallo, meneer Willem Niemoen. Goeiedag. Jongens, kom eens verder. Yes, graag zelfs. Eerst aan wie we het niet hoeven te vragen. Mooi. Ah, het is best wel een hard stoeltje. Helemaal niet. Het zit heerlijk. Hoe lang heeft u er al last van dit probleem? Dit is sinds de laatste jaren een beetje uit de kluiten gegaan. En hoe erg is het? Tot ruzies en toe praktisch. Gelukkig nog niet de mensen op de vuist gegaan, maar dat scheelt af en toe weinig. De buren parkeren hier, terwijl je daar niet mag parkeren? Precies. Voor de deur. Nou, op een doorgaande weg mag je niet parkeren. Maar ik heb ook winkeltjes gezien. En die winkels hebben natuurlijk ook klanten. Klanten die verbaal gaan toeteren, schreeuwen. Hebben jullie wel eens als buurt, als straat, zijn jullie wel eens bij elkaar gekomen van jongens, hey, dit kan niet, hier moeten we wat aan doen? En dat jullie samen naar een oplossing hebben gezocht? Een knappe jongen als jij alle buren bij elkaar krijgt. Hij is sowieso een knappe jongen, hoor, daar niet van. Nee, echt waar. Nou, Mimoen, jij mag er ook wezen, hoor. Tijd voor een buurtonderzoek in Amsterdam-Noord. Hallo, ik heet Maurits. Ik ben Marjan. Dag Marjan. Hallo mevrouw, ik ben Mimoen. Ik ben Marjan. Mag ik wat vragen? Ja hoor. Heeft u hier last van overlast? Kun je dat nou zeggen? Kom. Als een vraag? Nou, dat is meer een vaststelling. Parkeren hier al, hè? Sinds dat de visboer er hier is, is het een schering en inslag. Normaal, als je daar voor die viswinkel langs wil... Ja. En er staan er zo 3-4 auto's op de ventweg. Ja. Dan kan ik hem met mijn scooter niet langs. De overlast is gigantisch groot. En het wordt een wereldoorlog. Ga weg. Dag mevrouw. Hallo. Hoe lang woont u hier al, mevrouw? 21 jaar. Wat voor wijk is dit? Een arbeiderswijk. Ja, ik woon hier perfect, gezellig. Ik heb leuke buren om me heen. Alleen parkeren is een probleem. Ze zetten hun auto 's nachts gewoon hier. Ambulances kunnen er niet langs. Heeft u de buren wel eens gevraagd om hun auto ergens anders te parkeren? Nee, de sfeer is al zo van die aard dat ik negeer bepaalde mensen hier. De richting van waarop naar binnen gereden mag worden, wat denkt u dat dat is? Ik zou het niet weten, want 21 jaar geleden kwam ik hier wonen en ik kon twee inrichtingen in. Dus ik twee inrichtingen ja, in? Hierin. Twee richtingen in, twee... niet twee inrichtingen. Hallo. Nou, lekker. Hallo. Hallo. Dat gaat nou, er niet ondertussen, ondertussen hoor ik, kom ik wel in een inrichting met jullie. Kijk, het is ook niet dat ze een beetje op het gras wilt, maar gewoon echt midden on the street. Hallo, ik ben Maurits. 1, 2. Ja, dat is de breedte. Laten we zeggen, uw auto is 1,5. Hier kan niemand langs hoor, mevrouw. Nee, maar ze hoeven toch ook niet met auto's die er doorheen. Ze hebben er ergens voor nodig. Is er toch een auto weg? Hier moeten mensen toch rijden? Ik kan niemand langs. Nou, ze kunnen er wel langs. Maar ik bedoel, ik ga hem op zo weg zeggen. Ja, nee, dan is het goed. Wij komen hier vanochtend aan. Ja? En wij zagen daar een auto dubbel geparkeerd, gewoon midden op de weg. Ja. Dat mag in principe niet. Nee, nee. Wordt dat hier vaker gedaan, in deze straat? Nee, het is een hele deftige buurt hier. De mensen zijn hier altijd keurig. Ze praten allemaal met twee woorden. Fuck you, zeker. Bijvoorbeeld. Hoe serieus moeten wij dat nemen? Is het echt... Nou, het zit me tot zover. Dat is ver. Ik heb menig een nog gewaarschuwd dat mocht er eentje... maar zo tegen mijn kleindochter aankomt... dat ik hem uit zijn auto trek... Want die maak ik helemaal totaal af natuurlijk. Hè? Gezellig. Mensen die hier niks te zoeken hebben, hebben ook niet nodig om dat randje te rijden. Als ik u zo hoor praten, dan heb ik het gevoel dat u de visboer kwalijk neemt. Dat zijn klanten, maar overal parkeren. Ja, grotendeels wel. Wat voor mensen komen daar volgens u? Een hoop buitenlandse mensen, Marokkaanse en Turkse. Hey, Gert van. Gedraag je naar de wijk waar je in bent. Pas je daarin aan. Ze komen van heen en ver. En ik vind het prima dat die jongens centen verdient. Maar niet over de rug van de bewoners hier. Daar.
Op de stoep, huppakee. Eén hier op de stoep, huppakee. Ze staan bij mij voor de deur als het erg druk is, op de stoep. Waar moeten wij lopen? Nou, mevrouw, ik denk dat we genoeg weten. Dank u wel voor uw tijd. Ja, ik denk, nou, knip je er een hoop uit? Nee, ik kom voor. Waarom? De straat is te smal om van beide kanten in te rijden. En er wordt midden op de weg geparkeerd, zodat niemand er meer langs kan. Straks zien we hoe Maurits en Mimoen dit gaan oplossen. Maar eerst naar Rotterdam, waar Michel en Jannie last hebben van voetballende jeugd die het veel te bont maakt. Ruiten inschoppen, overlast met de bal tegen de hekken aan. Ze schieten niet zo zachtjes. Maar als ze zo'n kleintje een bovenpan schieten, dan heb je een geel probleem. Dat is een grote man. Ik vind hem een beetje eng. Hij is een beetje eng groot. Ik heb niks met hem te maken, vriend. Jawel, we gaan naar hem toe gaan. Alles met hem ik bedoel daarnaast of ik niks met hem te maken heb. De wijk waar Michel en Jannie wonen behoort tot de crème de la crème van Rotterdam-Krooswijk. Dat je het weet. En dit pleintje is de crime scene. Ja. Oh, ik zie het al. Ja, erg, hè? Weten jullie waar Jannie woont? Jannie! Zing een liedje voor mij. Jannie Ibiza. Oh nee, niet zingen. Ik ben Mimoen. En dit is mijn collega Maurits. Kunnen we naar binnen gaan om even te kletsen? We blijven niet zo lang binnen. Hond! Oh, ik ga niet naar binnen, vriend. Je bent... Nee. Hier, ga dan. Ja, maar ik mag niet naar binnen. Hou niet van donker aan. Wow. Echt? Zo donker of zo donker? Nou, zo donker dan. Zo donker houdt hij wel van. Ik heb goed nieuws. Ik hou ook niet van hem. Jannie, we lopen even naar de hoek. Jullie moeten die hond heropvoeden, grap. Ja. Vertel, Jannie. U heeft een probleem. Ja, hier. Kijk, het is hier een speeltuin. Ja? Wij hebben het probleem, ook de buren hier, de buren daar, met voetballen. Dan gaan ze op het plein hier voetballen, schoppen ze het hek aan. Oh, ik snap het. Als ze gaan voetballen en ze schoppen tegen het hek aan, nou, heb je lawaai. Normaal gesproken voetballen ze waar die kleine kinderen spelen. En dat is geen probleem? Ja, wel juist. Ik heb een kleinzoon van 9 maanden. Ik zit daar aan de etenstafel en er komt een bal door mijn ruit heen. En de kleine jongen zit erachter. Wat denk je dan dat ik doe? Nou, dat is lastig. Ja, oké, maar... Dan schop het geintje, het ligt uit zijn ogen. Nee, maar dat willen we niet. Ja, maar dat is heel simpel. Ja, weet ik, maar de lichten moeten... Want niemand wil dat zijn kleinzoon of kleinkind... aanblijven. Nou, mijn zoontje die liep hier met een speelautootje op het loopveldje. En hij was toen ongeveer 6 of 7 maanden. En toen kreeg hij een bal tegen zijn hoofd aan. Maar waar is het gebeurd? Is het daar binnen op dat gedeelte gebeurd of hier? Met andere woorden, eigenlijk willen jullie het verbieden dat er op dat gedeelte gevoetbald wordt. Juist. Ja, maar behalve de bal tegen uw zoontjes hoofd, wat is er nog meer allemaal gebeurd? Ruiten ingegooid. Geschopt. Met de bal. Geschopt. Huh? Ja. Over geluidsoverlast? Ook. En dan wordt het daar neergeschoten. Is dit het enige pleintje in de buurt? Waar ze kennen voetballen. Ja. Nou, daar verderop dan, bij mijn dochter in de straat, daar heb je ook een voetbalveld. Maar dat doen ze dus niet. Daar doen ze het niet, want sommigen mogen daar niet heen. En daar zitten ook andere jongeren. Toen wij jong waren, voetbalden wij toch ook overal? Ja, maar wij hadden echt voetbalpleintjes. Nee, we hadden pleintjes zonder doelen. Wij legden onze jassen neer en wij voetbalden ook. Eigenlijk moesten ze naar andere pleinen, of dat plein erachter, maar dat doen ze niet. Nee, dat doen ze niet, omdat ze letterlijk dicht bij huis willen blijven. Dicht bij huis en gezellig en noem maar op. Maar meestal s'avonds laat. Dan komen de grotere en die gaan dan voetballen. Ze zijn natuurlijk allemaal gegroeid, ze zijn groter geworden. Dus dat schoppen en dat schieten, dat slaat nergens meer op. Dat gaat steeds harder. Bij mij is al een keer een raam mee geweest. En tegen het hek continu. Want hoe verder, hoe harder ze kunnen schoppen, dat is de sport. Hmm. Begrijp ik wat ik bedoel? Heeft iemand van jullie wel eens een ruit ingeslagen of wat dan ook? Nee, ruit ingeschopt. Geschopt met een bal, jij? Daar zo. Welke was jij dat? Nummer 22. Waarom voetballen jullie hier? Hebben jullie ook geprobeerd om op een ander gedeelte van het pleintje te voetballen? Ja, wel eens hier zo. Maar dan worden daar de buren weer boos dat die bal weer in de tuin ligt. Hebben jullie wel eens... Jullie kunnen het ook nooit goed doen. Als jullie hier voetballen is het niet goed. Als jullie hier voetballen is het niet goed. Nee. Dus eigenlijk willen mensen gewoon dat er hier niet gevoetbald wordt. Ja. Dus wat is nou een oplossing volgens jullie? Ja, het liefste is hier gewoon hekken en dan net overheen. Dat ze hier gewoon voetballen en dat je daar een hekje hebt voor die kleins. Dat de kleins hier en hier kan je voetballen. Ja, een net of een hek of zo. Deze Messi en Ronaldo kijken eerst even of dat soda aan de dijk zou zetten. En hier irriteren jullie aan. Heel erg. Buren boven, alle buren. Een hek zou wel helpen tegen ballen door ruiten. Dat is fijn voor iedereen, toch?
Wij zijn hier in de buurt gekomen te horen dat er wat problemen waren met het voetbal. En dat er heel veel mensen voor een hek zouden zijn. Als ze bij mij met hem komen van een handtekening, wil jij een hek, ja of nee, dan zeg ik nee. Oh, Arie kwam ik tegen en die is juist weer een voorstander. Die zegt, ik ben juist, ze mogen hier lekker ballen, doe maar een hek. Neem Arie dat lekker voor zijn deur. Arie woont een portiek verder. Gaat Arie daar met zijn dingen zitten? Ik weet niet, Arie slaapt aan de achterkant. Ik slaap hierboven. Yvonne wil gewoon helemaal geen gevoetbal meer en lekker kunnen slapen. Maar dat is moeilijk. Dit wordt moeilijk, gozer. Ja, dat zeg ik net. De gemeente gaat niet zomaar een hekje neerplaatsen. Of ja, maar ze kunnen ook niet elke buurt wat zoiets heeft gaan aanpassen, toch? Wat denk jij? Niet de gemeente. Gaan we wel sowieso, we gaan gewoon sowieso wel gemeente bellen. Nee, niet te bellen. Puur om het gedaan te hebben. Ja, gemeente bellen. Maar Maurits heeft nog wat gezien. Ik liep dus in deze straat net. En moet je eens kijken. Deze bewoners hebben hier gewoon een soort... Een plan. Contract. Wow. We begroeten elkaar. Wij letten op spelende kinderen. Wij houden de straat schoon. Wij parkeren aan de goede kant. Weet je wat ik denk? Ik denk dat de mensen in deze straat hebben gedaan wat de mensen op dat plein moeten doen. Die hebben gewoon, die zijn samengekomen, ja. Die hebben gesproken en die zijn tot afspraken gekomen. Dus we gaan het van de gemeente proberen. Maar als dat niet lukt, denk ik dat dit onze backup plan is, gaan. Kijk, hoor. Ik kan nog gewoon deze meenemen en dan die straat na veranderen. Kijk, die is er één mooie straat. Of gewoon onze eigen laten maken. Maar laten we, er een foto van maken. Dan hebben we in ieder geval... Wacht, ik wil mijn hoofd erop, want dit was mijn shit. Juist, juist. Ja, heel gruwelijk. Hij is gruwelijk. Props voor deze, hè? Ik weet het. Heb jij een probleem? Moet ik die oplossen? Zometeen zien we hoe de luidruchtige lesbiennes reageren op de verrassing van Maurits en Mimoen. En de visboer krijgt de wind van voren van Marjan. Good morning. Welkom terug bij Maurits en Mimoen vragen om problemen. In Amersfoort heeft de buurt overlast van twee ruziënde dames. De heren gaan de twee nietsvermoedende bekvechters een lief ontbijtje brengen en confronteren met de klacht. Ik ben bang dat als we ze gaan confronteren, dat ze zeggen, hey, weet je wat, jullie kunnen de pot op. Maar als je zo'n lief ontbijtje komt brengen, dan denk ik dat je wel een potje kan breken. Goedemorgen. Hey, Stephanie. Hallo. Elleboog. Ik geef je even een elleboog. En jij bent Almira? Ja, klopt. Hoi, Mimoen. Dag, Almira. Elleboog. Hey, dames, we gaan ontbijten, dus mogen we boven komen? Ja, goed. Ja, nou, ik zou zeggen... Ga maar. Heb je een handje nodig? Ja, nee, lukt wel. Ze heeft haar lieve vriendin die haar kan helpen. Pot, verdik me zeg. Potverdorie, Mimoen. Ladies, toen wij net naar binnen kwamen, moesten we een trap op. Ja. En het ging voor jou best moeilijk. Ja. Hoe komt dat? Ik ben met mijn voet door glas heen gekomen hier bij de voordeur. Dat ging per ongeluk. Hoe ga je nou per ongeluk? Ik ga heel vaak naar binnen bij mij in mijn huis. Ik ga nooit per ongeluk met mijn voet door de deur. Hoor je dat ook voor het eerst, hoe het gebeurd is? Oh nee, ik was erbij. Je was erbij? Ja, ik was erbij. Ik stond aan de andere kant van de deur. Wat is er vooraf gebeurd? Een klein akkefietje tussen ons. Hebben jullie vaak kleine akkefietjes of is dat... Ja, praten was voor mij altijd wel een beetje een lastig punt. En dat hebben we steeds meer geleerd, dus het gaat steeds beter. Kan het ook zo zijn geweest dat je uit woede door die deur trapte? Nee. Kijk, Almira. Oogcontact. Mijn spullen lagen binnen. En op dat moment, als je boos bent, wil je weg. Maar dan was het dus geen akkefietje, maar een akkefiet. Ja, nou, op dat moment toch, gewoon... In een relatie kan je toch gewoon ruzie hebben? En dan kan je toch net zo goed weer even aanbellen. Oké, geef me mijn tas terug, ik ga weg. Waarom koos je daar niet voor? Misschien dan toch wel een woedeprobleem. Dan kan ik het gewoon niet handelen. Vind je dat je een woedeprobleem hebt? Ja. Ja, wel ja. Wij hebben een verrassing voor jullie. Die staat op dit filmpje. Wij zijn hier uitgenodigd omdat wij hebben gehoord dat er twee dames zijn die best wel wat verhitte discussies hebben. En dat kan er zo verhit aan toe gaan dat ze zo hard schreeuwen dat de hele straat er last van heeft. Ja, dat zou wel kunnen hier. Moet horen wat ze allemaal uitkraan. Ik denk dat een half soeskwartier het hoort. Een paar slechte ziektes. Laten we daarop houden. Wat vinden jullie ervan dat jullie buren ons gebeld hebben voor deze zaak? Ik had het denk ik wat chiller gevonden als ze gewoon even en dat naar me toe van hey, het is hier echt gewoon gehoorig op het moment dat ik niet door heb dat het hier ook gewoon echt zo gehoorig is, ja. Ik vind het nu al erg dat zoveel mensen dat inderdaad wel weten.
En dat ik daar ook met een scheef gezicht aangekeken, want mag je toch gewoon. Ja. Wij hebben ook gehoord dat voornamelijk jij degene bent die dan de agressieve schreeuwer bent. Ja, ik ben toch wel de schreeuwer, maar ze zien niet wat er gebeurt. Heb jij wel eens aan je woede gewerkt? Nou, ik ga het wel doen, ja. Maar je hebt het tot nu toe nog nooit gedaan? Niet echt, zoals dat ik het nu ga doen. Waarom niet? Geen professioneel hulp. Nu is het wel professioneel. Ja, ze hebben serieuze stappen genomen nou. Mogen we iets voorstellen? Staan jullie open voor een gesprek met Henny en Daisy? Ja. Gesprek. Ik wil in ieder geval excuus maken. Dat wel. Ja, wel, jij wil liever niet met Daisy praten. Dat snap ik ook. Maar juist, het zou je juist wel sieren. Zeg het maar. Almira, ik denk dat het echt op zal luchten. Yes! Yes! Top, Almira. Top. Top, Almira. Wat? Geef maar even, laat er even ik denken. Ik denk dat ze het zo leuk vindt. Geef maar even, laat er even denken. Ja? Ja? Ik weet niet. Ah, nou, kijken wij even in Rotterdam, waar Maurits een date heeft geregeld met een uiterst belangrijke man. Een man in pak. Is afgesproken met iemand van de gemeente? Nee. Ik heb geregeld dat iemand van de gemeente langskomt om met ons te praten. Zo ben jij, hè? Tja, dan mag je uit. Daar kan je me een hand voor geven, gos. Huh? Volgens mij is dat hem. Hij ziet er echt uit als iemand van de gemeente. Ja, dat is een... Een Fred. Dat is iemand van de gemeente. Hoi, Maurits. Dag, Fred Maré. Wist ik. Fred Maré, ik ben van de gemeente. Goeiedag. Goedemorgen, heren. Nou, de reden waarom u hier bent, wij hebben namelijk gevraagd... Kijk, de mensen hier willen hier heel graag een net hebben. Het is voor de kleine kinderen hier uit de buurt. En het is niet de bedoeling dat je dan ook nog eens een keer... met wat grotere kinderen hier gaat lopen voetballen. En vervolgens, als je een net spant... Ja, dan vraag je juist om te komen voetballen. Dus als ik het goed begrijp... Hier gaat geen net komen. Heel goed begrepen, ja. Dat zit er gewoon nee, niet in. Nee, dat zit er gewoon niet in. Niet, dus... In ieder geval, deze komende tijd zit dat er niet in. Oké. Okay. Nee. Mij is opgevallen, ik ben een beetje door de buurt gelopen... en ik heb in de straat hiernaast gezien... zag ik een heel mooi groot bord met allemaal afspraken en regels. Ja, dat heb ik ook gezien, ja. Is het misschien mogelijk dat de mensen op dit plein... ook zo'n bord kunnen krijgen... maar dat ze dan hun eigen regels samen kunnen stellen... Nou, ik denk als mensen zeg maar, met elkaar die afspraken gaan maken... dan denk ik dat er wel een mouw aan te passen is. Nou, we moeten gewoon die regels maken. We moeten ook nog een afspraak met hem maken. Dat hij erop, ja, hij moet er ook voor zorg dragen... dat er na 22:30 eigenlijk hier op het pleintje niet meer gespeeld mag worden. Wat wij kunnen als gemeente, gaan we proberen daaraan een bijdrage aan te leveren. Het zijn met stadswachten, zorgen dat dit goed onderhouden blijft. En dan komen we misschien met elkaar tot een goede oplossing. Ik vind het heel belangrijk voor de nachtrust... van de bewoners. Ja, uiteraard. Dat is heel belangrijk. Toch? Ik ben blij. Jij kijkt ook echt. Ja, ik ben blij. Heeft u een kaartje? Ik heb een kaartje. Hebt u er twee? Ik heb er twee zelf. Wauw. Ik heb gerekend op Maurits en Minou. Oh. Wie? Dat zeg ik fout, hè? Mimoen. Dat was goed. Oh, Fred. Een eigen bord met pleinregels. Succes gegarandeerd. Maar wat vinden de bewoners daarvan? We zijn er bijna, maar we moeten het goed brengen. Als we dit goed prikken, kunnen we alles. Ik vertel hun wat de gemeenteman heeft gezegd. En dan vertel jij hun de oplossing. Oh, dus jij bent de bad news, ik de good news. Juist. Oké, dan. Ja. Hey. Hallo. Big news. Hoi. We hebben kom maar dichterbij, hoor. Ja. Wat ik hier bij me heb, is een grote witte plaat. Ja, dat zie ik. En op deze grote witte plaat moeten regels komen te staan. We hebben toezegging gehad van de meneer van de gemeente... dat de regels die jullie hier opzetten... Ja. Dat zij daar achteraan gaan. En de meneer heeft ons ook toegezegd dat er meer gesurveilleerd gaat worden na 22:30. Ja, sorry, ik geloof daar niet. Vind je dit, is dit niet goed genoeg? Nee. Ik wil wel zoiets hebben dat als we weggaan, wil ik wel met een lekker gevoel. Dus iedereen moet wel zoiets hebben van oké, we gaan het op zijn minst proberen. Ja, we gaan het proberen. Dat doen we wel. Maar we moeten er ook wel in geloven. Ik hoop dat je... Kijk, zie je wat ik... Oké, dat moeten we hebben. Jannie. Nu maak je me weer helemaal blij, schat. Doe het met elkaar, hè? Ja, zeker. Met elkaar, iedereen, zodat iedereen happy is. Als je weet ik mooie regels, hoor. Oh, misschien kunt u zelfs afkijken wat er hier achter staat. Nee, dat hoeft niet. Niet afkijken. Mag niet, hè? Zelf, je eigen idee. Goed, ja. Hoor je dat, Mimoen? Ah, juist. We gaan. Zo, dat was een ijzersterk staaltje overtuigingskracht. Nu afwachten wat de regels worden. Gaan wij intussen naar Amsterdam, waar de bewoners van dit hofje in de wijk Tuindorp last hebben van verkeersopstoppingen. En volgens tante Marjan komt dat door de klanten van de visboer. We waren aan mij op zoek. We moeten u weer hebben, ja. Mogen wij u even lenen, oma?
Lacht er dan wat voor? Nou, we moeten even naar de visboer toe. Ja. Dus stel ik je vervelende kleren. Nou, tot de dood, homie. Tot de dood. Ja, als je over iemand klaagt, moet je er wat aan doen. Buurvrouw wil u wat vragen. Ik kan. U staat hier. Wat is nou echt uw probleem wat u aan hem wil vragen? Ja, ik wil het graag weten. Hetgene wat mijn probleem is, is gewoon het feit van het parkeren. En dat is hetgene wat het meeste dwars zit. Want ze zetten het op de stoep. Ze zetten het bij mij tegen mijn bankje aan voor de deur. En als ik dan fatsoenlijk vraag, god, zou je je auto ergens anders willen parkeren? Je wil niet weten wat voor taal ze tegen me uitslaan. En ik... Ja, maar is dat de klant van de visboer? Ja. Dat weet u niet. Ja, want ik zie ze bij jou naar binnen gaan. Ik kan nooit zeggen van, oké, als er iemand komt en parkeert op de stoep, dan is hij de klant van de visboer. Oké. Jullie plaatsen gewoon jullie auto zelfs op de weg. Als er iemand komt en zegt, mevrouw, wilt u even de auto wegdoen? Nee hoor, nee, wordt niet gedaan. Nee. Als je daar gaat parkeren, dan heb je een probleem. Waarom? Dan komen ze naar buiten, ja, je mag hier niet parkeren. Zij vinden dat het hun parkeerplaats is. Ah, het zijn dus ook de bewoners zelf. Wat mij echt dwars zit, iedereen die op straat parkeert, is van de visboer. Als u ooit bij mij was langsgekomen om te zeggen van, kijk, wat kunnen we doen aan mensen die hier, zeg maar, verkeer parkeren? Ja. Dan hadden we altijd wat kunnen regelen. Wat ik in mijn ogen zie, ik zeg meer, dat heeft ook te maken met een beetje discriminatie. Nee, ben ik niet met je eens. Nee, als ik wat tegen je heb, zeg ik, zeg, lelijke vriend, zit sowieso. Met u had ik nooit, we zitten nu al bijna 10 jaar, met haar heb ik nog nooit gesproken. Als je zegt van, dat is de klant van de visboer, loop even naar mij toe. En dan ga ik kijken en die klant help ik nooit. Meneer heeft net gezegd, als u naar mij toe was gekomen en u heeft gezegd, uw klant heeft mij een grote mond gegeven of heeft mij uitgescholden of wat dan ook, dan had ik hem nooit meer geholpen. Nou, dan ga ik dat in vervolg doen. Ja, dan wordt hij echt nooit meer geholpen. Prima. Maar... Zullen we dan elkaar gaan helpen? Ga jij als politieagent staan? Nee, niet als politieagent, maar wij gaan nog even nadenken. Wij komen straks bij jullie terug. Elkaar 10 jaar niet gesproken, wat een knusse buurt. Straks zien we hoe onze lekkerbekjes de boel oplossen. Maar eerst naar Amersfoort, waar knalpotjes Almira en Stephanie eigenlijk wel hun excuses zouden moeten aanbieden aan de buren voor de overlast van hun schreeuwende ruzies. Maar zijn ze daartoe bereid? Mooie neger is er weer. Je schrikt ze af, man. Nee, ik ben sexy gek. Je schrikt ze af, man. Ah, daar zijn ze. Ik was bang, ik dacht jullie gaan ons flessen. Ja, zullen we direct naar het huis van Henny gaan? Ja, dat is. Zijn jullie alle twee? Geef ik een handje. Welke hand loop je? Hoesa? Ik denk dat het onhandig is, die moeder. Die hoeft niet de ideale schoonzoon te zijn. Ze kan nu zelf met de krukken lopen. Nou, krukken of niet, ze is er. En ze durft de confrontatie aan te gaan. Ze kent jou wel, toch? Ze weet wie jij bent. Oké. Het je voorstellen? Hey, Henny, we zijn er weer. Hoi. Mag ik even voorstellen aan je buurvrouw? Dit is Almira. Hoi, Stephanie. En dit is Stephanie. En dit is mijn stagiaire, Maurits. Helaas kon Daisy er niet bij zijn vandaag, maar dat vindt Almira vast geen probleem. Henny, je hebt ons uitgenodigd omdat je een probleem had. De twee dames die zijn hier. Ik zou zeggen, Stefan Wal. Ik heb ze ingeroepen door de ruzies die jullie konst hebben. Ik had al vernomen dat jij je schaam krijgt voor. De hele buurt, iedereen die het hoort. Het is echt niet normaal. Almira, herken jij dit? Nee, niet zo. Ja, ik was me er ook niet echt van bewust van hoe gehoorig het eigenlijk is. En ik ben al sowieso best voor mezelf een schreeuwend. En... Maar dat je van jezelf een schreeuwend vindt, dat kan zijn. Maar ik ben van mening, als je bij iemand anders in de thuis komt, dan gedraag je. Snap je wat ik bedoel? En dan kan je wel een schreeuwend zijn, maar daar heeft zij toch niks mee te maken? Nee, klopt. Ja, ik schaam. Je mag ook best weten. Ik schaamde me er echt ook kapot voor. Ik heb ook echt wel gewoon echt gezegd van, ga alsjeblieft naar de buren, want... Maar ik dacht echt alleen maar precies de naaste buren. Henny, wat zou jij van de dames willen? Dat ze hier gewoon weer gewoon samen gaan wonen, wat dan ook. En hopen dat die ruzie ophoudt.
Vinden jullie niet dat jullie even iets kunnen zeggen tegen Harry? Ja, absoluut excuus voor de overlast, ja. Uiteraard. Dat is sowieso niet mijn bedoeling. Ik wil gewoon een goede buur zijn. En dat denk ik ook wel namens haar spreek. Nee. Ze mag zelf erop borst wel doen, maar oprecht excuus daarvoor. Ja, is goed. Ja. Geaccepteerd. Voor mij ook echt sorry voor alles, voor de overlast. Vooral van de ziektes en Corrie en... Excuses geaccepteerd. Ja. Wat vindt u van het feit dat ze excuses komen aanbieden? Ik vind netjes. Dapper of? Ja, ook een beetje, ook wel stoer. Het is toch, je moet wel durven. Is hiermee de kous af voor jou? Ja, voor mij wel, ja. Ik ga het me misschien uitlachen, maar ik wil wel eventjes dat ze elkaar de hand schudden. Gewoon van, hé... Nee, dat wil je niet. Jij wil een group hug. Ik wil een groepsknuffel, ja. Dat doe jij altijd. Maar, nou, voor de Ik zeg je eerlijk, ik ben heel blij dat we dat op zo'n manier kunnen afsluiten. Ah, en weer brengen de vredestichters mensen dichter bij elkaar. Maar Almira moet ook aan haar woedeprobleem blijven werken. Okay, hou ze dicht. Ja, ogen dicht. Ogen blijven dicht. Oké. Nou, kijk maar. Dus, in plaats van met je voeten tegen ramen schoppen en dan 35 hechtingen krijgen, trek je wat bokshandschoentjes aan. Dan mag je alles eruit schoppen, slaan. Ze kan het wel, hoor. Dit heb jij vaker gedaan, hè? Ja, uiteraard. Ik wil dat jullie hier blijven wonen. Jullie ook, dus keep it quiet. Oké? Komt goed. Dankjewel. Jullie ook. Dankjewel. Ik ben meer van de knuffels. Oh. Het ziet er naar uit dat de nieuwe knuffel Marokkaan is opgestaan. In Rotterdam moet de knuffel nog wel verdiend worden. De regels die de buurt heeft gemaakt, moeten worden opgehangen. Hallo! Ozert, hoe is het met je, jongen? Dat is goed. Hoe draai jij dat ding? Hoi. Hoi. One for all. One for all. It's all for one. Helemaal perfect. En het zijn jullie regels. Jullie hebben ze mogen bedenken. Niet voetballen, stil zijn, geen rommel, niet plassen. Nou, het wordt nog een nette wijk. Daar mag best voor geklapt worden. Verdienen we eigenlijk geen applausje of jullie geen applausje? Ja, leuk. Ja, vind ik wel mooi. Zijn jullie tevreden? Ja. Dag, Krooswijk. Hoi. Hoi. Dag. Jullie praten. Hé, Gozerd, hoe is het met jou dan? Goed. Met u? Ja, heerlijk, man. Dit is Maurits, ik ben Mimou. Hé, wat vind jij van de pleinregels? Vroeger toen had ze zo heel veel overlast. En nu gaan ze, dat woord is dan nu wat beter. Noem uit je hoofd drie regels wat erop staan. Niet plassen. Ja. Stilte na 10 uur. Ja. En niet voetballen. Je bent geslaagd, jongen. Je hebt gewoon echt gelezen. Big Mies. Ja, pleinregels. Kom even checken of ze werken. Ja, het is relaxed. Ja? Ja. En de ballen? Gaan die nog harder tegen de hekken en zo? Nee, volg me. Het zijn nou tegenwoordig allemaal kleine knaapjes die lopen te voetballen. Dus de grote jongens die hebben geloof ik wel begrepen. Hebben we een beetje verschil gemaakt? En Yvonne, hoe vindt zij het resultaat? Goedemiddag, mevrouw. Hallo, daar zijn we weer. Ja, ik zie dat jullie er weer zijn. Hoe is het met u? Ja, prima. Het is vrij rustig, dus... we kunnen wel normaal slapen momenteel. Dat wel. Dat is wel fijn. Meestal zo 10:30, 11:00 naar bed. Je ideeën werken soms wel. Nee, dat... Maar ja, het is ook een beetje... Kijk, gelijk, dat heeft hij wel gelijk kamzones. Ik heb gewoon jeuk aan mijn schouder. Gelijk kamzones, snap je? Dit is aan mijn schouder. Nou, ongelooflijk. Iedereen blij. Straks zie je of ook in het Hofje in Amsterdam alles goed komt met de plaatselijke verkeerschaos. Welkom terug. In Amsterdam proberen Maurits en Mimoen een einde te maken aan slechte verkeersdoorstroming in dit Hofje. Oké, Mimoen. We hebben met mensen gesproken. Want als een paal boven water staat, is dat er een parkeerprobleem is. Ja, en dan het feit welke richting er naar binnen gereden mag worden. Waar we nu voor kunnen zorgen, is dat het een eenrichtingsweg wordt. Hoe dan? Als wij nou gewoon een bord neerhangen. Ja. Het verboden om in te rijden. Ja. Ze gaan zeker denken dat het toch van de gemeente is. Zeker als die borden van ons lijken op die van de gemeente. Zullen we het gewoon doen zonder toestemming? Dat doen we toch altijd? Wat is dat? Weet ik wel. Dit is toch box, maar dit is Xbox, zeg maar. Snap je hem niet? Ja, jongen. Xbox. Ik zie jou nou, ja. Maar je doet altijd box. Ja, maar ik... En dan denk ik een keertje even de Xbox. Maar... Ja, ik wil erop haten, maar dat klopt. Cor.
Kom eens even, vriend. Tante Mar. Wat heb jij met mensen roepen? Kan je niet iemand gaan halen? Wij gaan hier duidelijk laten zien van welke kant de mensen naar binnen moeten. Ik denk dat we nog iemand bij nodig hebben, Gap. De visboer. Zeker. Ga je hem ook roepen of ga je naar binnen? Hoi, visboer. Mimoen heeft authentieke verkeersborden geholseld. Dit is niet geen jak, man. Dit is een echte. Dit bord is gebruikt. Vriend, luister. Jij zei ik wil borden. Je hebt nooit gezegd haal nieuwe. Klaar. Einde discussie. Oké. Mochten jullie in jullie wijk borden missen, verraad me niet. Jullie mogen bepalen. Dit is een parkeerverbod. Inrijverbod is genoeg en een eenrichtingspijl is genoeg. Een stopverbod hebben wij niet nodig. Doe niet. Nou, waarom wel even? Ja, zeg dat maar tegen Mimoen. Maakt u maar een begin als buurt. Waarom? Dit is zwaar werk. De buren het doen. Ik hou u wel vast. Hupsakee. Zo creëren we ook weer een betere band tussen de buren. Ik ben gewoon lui, Gap. Steen, toch? Dat is steen. Is dat steen? Ja. Dus we gaan er nu een gat naast een gat maken. We gaan jou echt ingraven met je voeten. Alsjeblieft. En die palen je handen. Alsjeblieft, let's do this. Kijk, dat is ambachtelijk palen plaatsen. En Maurits zorgt voor een kunstwerkje met bouten en moeren. Kijk, heb je hem? Goed zo, niet op je hoofd. Als hij valt, heb ik een probleem. Ik ga even superkrachten oproepen. Oh ja. Hey vriend, schiet op man, ik heb dingen te doen, Gap. Au! Jij durft te zeggen dat je met je handen werkt? Show de meter op, man. Wat vinden jullie ervan? Helemaal goed, man. Toch? Toppie, toch? Ja, toppie, toch? Niemand meer erin. Nu nog een eenrichtingsbord. Willen jullie hem er zelf in stoppen? Oh, symbolisch. Symbolisch? Ja! Komt er iedereen erbij? Iedereen die wil, mag zijn hand erop vastdoen. Vrienden of geen vrienden, iedereen is welkom. Heal the world! Hierbij verklaren wij het kommetje tot eenrichtingsverkeer. Pizza! Zo, die staat. Nu nog even de klanten van de visboer heropvoeden. Wij weten dat jij zelf niks aan de dubbelparkeerders kan doen. Het is niet jouw probleem. Ja. Het is gewoon mensen parkeren hem en dat is niet jouw parkeren. Dus wij hebben een ludieke actie bedacht. Okay. Wat wij graag in jouw zaak zouden willen ophangen. Nou komt het hoor. Parkeer niet dubbel. Tada! Tel jij zo. Zet je auto niet dubbel. Want de visboer wil geen problemen. Sta je verkeerd, word je niet geserveerd. Ja, het is mooi. Vind je het echt mooi? Nee, zeker. Zeker, we gaan zeker een mooie plek gaan maken. Ah, ook wel opgelost. Zodra de mensen parkeren, dubbel parkeren, stuur de visboer ze weg. Mochten ze toch ruzie krijgen met de buurtbewoners, dan komen ze naar de visboer toe om met hem te praten. Het allerbelangrijkste is dat de buren de weg ook niet meer gaan versperren, maar gewoon op een normale parkeerplek gaan staan. Niet twee, dat is raar. Is dat raar? Dat is een kleine meisje. Hey, goed gedaan, gozer. Goed gedaan, gozer. Goed gedaan, mannen. Tot volgende week. Ik geloof niet in naakt en in zoenen enzovoort in films. Zou je homo's spelen dat je dan gebald wordt? Dat zou nou... Ik zou misschien net zo ver gaan tot een kus of zo. Maar gewoon om... Je krijgt gewoon een backing. Laat me het zo zeggen. Dat zou ik zou ook nooit homo spelen. Maar als ik al homo zou spelen, dan wel een... Ik zou misschien... No, maar ik zou die handeling ook een keer doen.